Hallo allemaal. Ja, nou, dan zijn we weer met een vlog. 5 weken later dan verwacht, want het was echt een gekkenhuis hier. Allemaal in de positieve zin. Maar we hebben het zo ongelooflijk druk gehad. We moesten heel veel opruimen, vooral ook heel veel schoonmaken. En alles een beetje naar onze eigen hand zetten. Maar uiteindelijk staat de basis. Alle accommodaties zijn helemaal tiptop in orde. Hier en daar wat veranderd en verbouwd. En allemaal natuurlijk mooier, leuker gemaakt voor onze gewaardeerde gasten. Dit filmpje hak ik even in een paar gedeelten, want we hebben natuurlijk gewoon gasten. We zijn net klaar met het ontbijt. We moeten nu een beetje gaan afwassen. We moeten nog wat accommodaties klaar gaan maken voor gasten die we vanmiddag krijgen. Dus hier en daar ga je in dit vlogje over de hele dag eigenlijk van alles zien. Het is inmiddels een beetje tussen de middag op het moment. Het leuke op zaterdag is dat we hier heel veel aanloop hebben van mensen met honden. Want op een van onze velden traint de hondenclub. En die hebben een aantal groepen. Hele leuke kleine lieve puppies. Het zijn allemaal labradors en retrievers. Ze zijn hier achter me bezig. Ik weet niet of je ze ziet. Hier staan wat mensen en ze zijn daarachter ook bezig. Dus dat is in ieder geval heel erg leuk. En natuurlijk ook voor onze hond is dat geweldig, al die honden. Dus dat is op zaterdag erg leuk. Je ziet, het begint herfst te worden. Deze kastanjeboom is al bijna helemaal kaal. En voor de rest is het hele terrein gewoon heerlijk in herfstkleuren. Ga je zo allemaal wel eventjes zien. En onze accommodaties, hoe die zijn geworden, is misschien ook wel even leuk om te zien, toch? Nou, dan zijn we aangekomen bij de hotelhuisjes. De verlichting op sensor, 's avonds leuke sfeerverlichting. Mooi gesnoeid, lekker. De heg in ieder geval. De paden zijn mooi gedaan. Heel veel hulp hebben we gehad. En het ziet er allemaal geweldig uit. Wat natuurlijk ook moet gebeuren. Hallo! Deze is helemaal klaar voor de verhuur. Nee. Waarom niet? Oh, nu hebben we straks mensen in de BMW. Oh, dit is helemaal klaar. Caravan heeft een heerlijk privéplekje. Zoals je ziet, helemaal omsingeld door heg. Zo. Ja, we zijn bezig met nieuw terras. Voor de helft ligt het er al, de veranda. En binnen ziet hij er ook helemaal geweldig uit. Even kijken of het licht het aan kan. Jawel. Nou, keuken met een magnetron. Alles lekker schoon opgeruimd. Heeft trouwens ook cv, de caravan. Dus je hoeft niet te kou kleumen. Ook 's winters niet. Nou, gewoon een heerlijke bank. Mooi. Uiteraard. Smart TV. Op weg naar het campingveld nu. Ook een mooi lantaarntje voor de gasten, zodat ze s'avonds druk met motoren. S'avonds ook wat zien. Nou, het campingveld ligt erbij. Moet wel weer gemaaid worden, maar het ligt er heerlijk bij. Nog heerlijk groen. Zo. Dus ja, dat wacht op het seizoen, hè. En hier is de andere sta-caravan. Nou, die willen we dan natuurlijk ook even zien. Het is gewoon fel, die zon, hè. Nou, deze caravan kijkt dus op het campingveld, zoals je zag. En dat is een 3-persoons caravan. Op slot. Nou waren die opname 5 weken later, maar inmiddels qua montage zijn we 7 weken later. Zo druk hebben we het hier gewoon. We zitten nu even in kantoor. Kijk, hier zit Apollo. Dus administratie, zo moet ook gebeuren. Je hebt nog niet alles gezien. We gaan de BNB-kamers gaan we ook nog in een vlog. En die ene caravan die op slot was. Maar voor nu was dit het even. We gaan weer verder. Mocht je nog wat willen meten, je kunt ons natuurlijk altijd even mailen of zo. Dus, mooi hè?